Een BMX'er vertoonde afgelopen zondag zijn kunsten in de Nijmeegse Mariekestraat. De fietser ging met zijn fiets de roltrap af. Kevin van der Veerdonk haalde de capriolen uit om een plekje te veroveren in een BMX-tijdschrift. Na een eerste mislukte poging kwam hij er de tweede keer zonder kleerscheuren vanaf.